De herlancering van Stichting Alzheimer Suriname en het eerste Nationaal Dementieactieplan zijn sinds vanmorgen een feit. Het moment ging ook gepaard met de presentatie van een nieuwe huisstijl en logo. Christine Lukham, voorzitter Stichting Alzheimer Suriname, zegt dat de samenleving moet gaan begrijpen hoe om te gaan met deze ziekte. Eerder het onderzoek, hoe eerder je weet, is het behandelbaar of niet. Maar ook hoe eerder je weet welke behandeling het beste is voor de patiënt en een grote succes, een grote slagingskans heeft. Als derde hebben wij aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek. Tot nu toe, en ik blijf het zeggen, tot nu toe is er geen geriatrie en geen dementie in depth onderwijs op onze medische faculteit voor geneeskunde. Ja, dan denk je bijna, kan je dan de huisartsen kwalijk nemen. We denken dat dit heel erg belangrijk is. Ik ben persoonlijk, en dat zeg ik persoonlijk en niet als voorzitter, ervan overtuigd dat de sleutel tot behandeling en genezing van dementie in de derde wereldlanden voorkomt. Lukham zegt dat ze enorm ingenomen is met het initiatief van de overheid die bereid is mee te werken aan de uitvoer van het Nationaal Dementieplan. De mogelijke kuur voor deze ziekte komt voor in de derde wereldlanden, gelooft de voorzitter. De kuur zit volgens haar in de geneeskrachtige kruiden en culturele gebruiken. Maar als wij dat nooit onderzoeken, kunnen wij dat nooit vinden en kunnen wij dus ook nooit een bijdrage leveren internationaal aan de strijd tegen dementie. Het moet echt samen. De stichting kan het niet alleen, de minister kan het niet alleen, DNA kan het niet alleen. Als we dat niet samen doen, gaat het ons niet lukken. Maar veel belangrijker is dat we beseffen dat wanneer wij nu werken eraan, we het eigenlijk bijna niet meer doen voor de dementerende van nu. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Het gaat vaak gepaard met geheugenproblemen. De voorzitter stelt dat dementie niet discrimineert. Het zoeken naar een oplossing en medicatie in de vorm van een kuur is van belang voor de komende generaties.